hoe heeft de mensheid altijd met ellende omgegaan? Met de gruwelijkheid van de oorlogen. Van geweld. Altijd met verbeelding. Altijd met kunst. Iets groots maken, iets moois van maken. Anders konden we niet zo ver komen. Neem de Tweede Wereldoorlog. De Joden. Holocaust. En we weten al die verhalen. Maar de kleinkinderen van die mensen die allemaal daar omgekomen zijn, komen nu met bijzondere cinema. Met ongelooflijk mooie boeken, romans. Ik zit thuis en ik pak een boek van een klein kind, van een man en vrouw die omgekomen is. Ik geniet ervan. Oh, en de pijn is groot. Maar ik kan niet blijven steken in de pijn. Juist, dat boek, die literatuur, die kunst, helpt mij om dat ellende te verwerken en verder te gaan. Neem Guernica in Spanje, die bombardementen. De stad was plat door die bombardementen. Maar opeens, het leven brengt een grote kunstenaar voort, Picasso. En hij maakt er een schoonheid van. En dat groot, groot doek, Guernica, pijnlijk, verdrietig. Als je naar kijkt, je voelt de pijn en ook je geniet ervan. Dat is de mens. De mens is altijd zo gedaan om verdriet te verwerken en achter zich te laten. En dat doen wij ook. Met boeken, met film, met exposities, met poëzie, met liefde en vooral met liefde. En nogmaals met liefde die in een film als Hiroshima ook voorkomt. Twee mensen hebben oorlog meegemaakt. Ellende dragen ze op hun schouders als ze de stad binnenkomen. Maar opeens twee bijzondere mensen met een zwaar verleden. En de harten beginnen te kloppen om iets bijzonders van te maken. Een liefde, een story en een film. Hiroshima. Liefde. Hiroshima, de mens.